ik beschouw mezelf nog niet als zo oud. Maar toen ik jong was, of jonger was alleszins, ja, dan kon je wel mee uitpakken met het feit dat je auto een ingebouwde radio had vanuit de fabriek. En al helemaal cool was het als die ook een cassettespeler had. Ja, dat is een tijd die al heel lang achter ons ligt ondertussen. Want elke zichzelf respecterende constructeur die heeft vandaag gewoon een aanraakscherm in zijn auto. En wie aanraakschermen zegt, ja, die zegt opnieuw smartphones, zoals je trouwens kon ontdekken in een van onze andere video's hier. En dat betekent dus dat de bediening van die aanraakschermen eigenlijk gelijk loopt met die van een smartphone. Dat betekent dus dat je kan swipen. Je kan ook gewoon drukken op je widgets als het nodig is. Sommige constructeurs gaan zover dat je gewoon ook je commando's kan schrijven. Dat gaat met hoofdletters of met schrijfletters, helemaal geen probleem. Voilà. En zoals jullie horen, kan er ook gesproken worden. Dus je kan ook gewoon vocaal je commando's doorgeven. Zoals bijvoorbeeld, ik heb honger. Ik zoek naar een restaurant op de actuele positie. Ja, als er meer functionaliteiten zijn voor het infotainmentsysteem, dan zal het allicht niet verbazen dat ook de tellerpartij meer gegevens weer kan geven. Eén probleem, met analoge tellers is dat nogal moeilijk. Dus vandaar dat die ook richting museum worden verwezen, vaak toch, en vervangen door een digitaal dashboard. Nu, dat digitaal dashboard is een beetje hetzelfde verhaal als met het infotainmentsysteem. Je kan dat eigenlijk naar eigen smaak en goesting gaan invullen. Dat gaat dan van de normale en door de weekse rijinfo van verbruik en snelheid, over de muziek die je wil spelen, tot het bedienen van je telefoon, tot zelfs de weergave van de navigatie. En dan zijn er constructeurs die erin slagen van een scherm aan te bieden voor je neus dat even groot is als het infotainmentsysteem. Bijzonder goed allemaal, ook mooi, prachtig, al wat je wil, maar er is een klein probleem, namelijk de aandacht zou dus afgeleid kunnen worden van de weg. Gelukkig hebben heel wat constructeurs ook daar een oplossing voor in de vorm van een head-up display. Wat is nu een head-up display? Heel simpel, dat is een kleine projector in het dashboard die de belangrijkste rijinfo projecteert op je voorruit. Zodoende hoef je eigenlijk je ogen niet meer af te leiden van de weg.